Ik ben Anerud Gangaran Pandey. Ik ben geboren op 7 april 1943 in het district Saramaka in Suriname. Ik heb in Saramaka van jong af veel met organisaties en verenigingen, alles meegemaakt. En in 1973 ben ik verhuisd naar Nederland. En in Nederland heb ik veel gewerkt tot nu toe. Als het goed is, heb ik meer dan 60 organisaties opgericht. Alle hoeken en gehad in Nederland. En vervolgens heb ik ook uh, in buitenland ook een bijdrage geleverd. In Thailand, in Kenia, in Afrika. Heb ik ook een moord daar dan gedaan in de mandir Londen. En zo doe ik mijn best. En hier in Nederland heb ik dag en nacht ingezet voor onze dharma. En voor onze geloof. En maar nu zakjes en zakjes word ik oud. Ik ben pas 69 geworden. Volgend jaar word ik 70. Hindi-leer, die wordt heel weinig gedaan en er komen ook heel weinig kinderen deelnemen in de Hindi. En zoals nu, als u ziet, niet alleen in Nederland, maar ook andere delen van de wereld, als we naar Mandir gaan, dat er weinig jongeren naar Mandir komen en die begrijpen ook de Hindi niet. En die lezen in Sanskriet en Hindi en de kinderen begrijpen dat niet. En daarom heb ik dit bedacht: de boeken in het Nederlands te schrijven. En te vertalen zodat onze jongeren dat kunnen begrijpen. Ook veel ouderen van deze tijd, die zijn ook niet veel de, de Hindoestaanse taal machtig. En ze vinden het heel leuk dat er op deze manier vertaald wordt en de mensen het kunnen begrijpen, een beetje de inhoud van het Hindoeïsme. Ik ben Hindoestaanse pandit. Ik doe diensten, puja, katha. We hebben hier mandir. U ziet het, de Sri Ganga Mata Mandir in Den Haag. En wij draaien de Mandir en alle ARTI geld en alle Dakshina die geofferd wordt op Bhagwan met dat geld. En als er wat geld tekort komt, dan vragen wij onze aanwezigen of we wat een paar bijdragen kunnen leveren, wat donatie kunnen geven. En op deze manier proberen wij de boeken te laten drukken met de, de kosten, wordt door dat ARTI geld en de Dakshina geld daar wordt besteed. En met dat geld, als we boeken maken, dan willen wij daar geen winst op gaan maken om te verkopen. En daarom geven wij iedereen gratis. Uh, er zijn wel veel pandis, ook in Suriname en Nederland. En die ook bezwaar hebben omdat pandis ook boeken schrijven. En die boeken te koop staan in verschillende winkeladressen. En pandis zijn natuurlijk veel... Uh, Boos over, maar dat maakt mij niet. Te... Ik vind, dit is een bewijs die ik kan laten zien, dat als ik als pandit met de China en met artikel zoveel boeken kan schrijven en verspreiden gratis, dat er ook andere pandits zullen zijn die ook Dakshina en artikel krijgen. En, maar ja, ik kan niemand dwingen, ik doe wat ik uh, het goed vind. Ik heb in totaal 16 boeken geschreven. En ik heb vier CD's ook gemaakt. Als ik u zeg, ik heb tien boeken gegeven in een bibliotheek in België, waar ik bijna half scherm e-mailadres en telefoontjes die ik krijg uit België en ook nog andere landen, uit New York en, 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 en vele plaatsen waar onze Hindustanen wonen die in Nederlandstaal machtig zijn, dat zij belangstelling hebben voor deze boeken. Uit de Shea Puran heb ik gelezen waar het blijkt, want onze Bhagwan Vishnu de enigste God is die de meeste mantra van Sio Bhagwan heeft geciteerd. En dat is duizend mantra. Wij Hindoes weten allemaal onze sanskara's. Wij weten dat er 16 sanskara's zijn. Maar veel jongeren, ook ouderen, als je vraagt wat zijn die Sanskara's, dan weten ze niet. Als we mensen vragen wat is de eerste Sanskara, eerste indruk komt de geboorte, de Janma Sanskara. Maar dat is niet waar. Janma Sanskara is de vierde Sanskara binnen de Hindoe Dharma en de Hindoe Geloof. En daarom heb ik alle 16 Sanskara's hier vertaald en in het Nederlands gewoon gezet. En de Garur Puran is voor het eerst in de wereld. Vertaald in Nederlandse taal. En die is ook gratis. En hier heb ik ook bewezen. dat er wat God Vishnu tegen Garur gezegd heeft. En daar kan men lezen. dat niet alleen in het leven Kirja. maar alle overlijdendiensten. waar onze kinderen en jongeren en ouderen, volwassenen ook niet kunnen begrijpen. dat ze uit deze boek kunnen. begrijpen hoe en wat over de na de dood. wat er gebeurt allemaal. Vervolgens heb ik. een paar CD's gemaakt. De eerste CD van mij is de CD van Lakshmi Mata. En hier heb ik de hele Lakshmi Puja, hele Diwali Puja in Hindi en in Nederlands. Eerst alle benodigdheden en for vervolgens alle Puja om en om heb ik opgeroepen. Verder heb ik nog een Srimad Devi Bhagavat Mahapuran. Want nauratri vieren wij, alles vieren wij, maar ik heb het niet over nauratri gehad. Ik heb het gehad over hoe de kaljuk deze wereldtijdperk gaat beëindigen. En hoe kaljuk gaat eindigen en hoe de sadjuk gaat beginnen. Het is niet mijn bedoeling dat mensen geen pandit nodig hebben of zullen gaan hebben. Om deze boeken te lezen kunnen ze begrijpen wat onze dharma is. Als we een yagya kijk een puja en een yagya verschil.